Ja, want dat denk ik altijd. Maar ga ik wat vertellen over onze groep? Ga ik wat vertellen over het bloemenkoor zo licht voor de. Wat we gaan doen in ieder geval hier nu vanavond, voor jullie koffie. Een stukje regie in ieder geval, is makkelijk om dat even te vertellen. Voor jullie koffie. Ik vertel wat over het ontstaan van een bloemenkorso van onze groep. En een stukje over wat we dit jaar maken. Daarna gaan we met z'n allen naar het Bloemenland. Dat is hier vlak achter, daar kunnen we zo naartoe lopen. Ik denk dat daar iedereen kan. Ik ben misschien wat slechts te been, dus ik kan daar ook. Dus dat gaan we gewoon doen. En daarna gaan we de hal in. Dat doen we allemaal een beetje gezamenlijk nog. En in de hal is mijn ervaring inmiddels dat het heel lastig wordt om alle schaapjes bij elkaar te houden. Dus, en dat moet ook niet. Want in de hal zijn allemaal mensen aan het bouwen. En jullie zijn de laatste groep dit jaar die vandaag nog overal mag rondlopen. Vanaf morgen zijn jullie ook allemaal hartelijk welkom. Maar dan hebben we echt een soort van publieke tribune gemaakt. Omdat het dan nog veel drukker is dan nu. En dan willen we niet dat bezoek mensen in de weg loopt. En dan willen jullie ook vast niet mensen in de weg lopen. Maar het is ook soms een beetje gevaarlijk. Omdat er spijkers liggen. En mensen lopen toch in een soort van ander tempo. Lopen met kratjes. En druk, stress, gedoe. Dat hoort erbij. Want het is het laatste weekend. Dus het is ook niet zo van, we moeten wel eens kijken wanneer dat die afkomt. Nee, zondagmorgen 8 uur ongeveer moet die af zijn. Ja. En hoe we dat doen, dat weten we niet. Maar dat komt goed, hè, is onze ervaring. Dus dat een beetje qua regie voor hoe we het verder doen. Als u in de hal bent, dan spreek lekker met iedereen. Iedereen vindt het leuk om te vertellen over wat we aan het doen zijn. Heeft daar ook allemaal zijn verhaaltje over. Dus als je vragen hebt, ook dan. Vraag het gewoon aan iedereen, ook nu vraag het. Misschien moet ik af en toe zeggen, maar dat vertel ik dadelijk wel. Maar in de hal gewoon vragen. En als je in de hal dadelijk aan het eind klaar bent, dan mag u hier gaan zitten en dan mag u consumptie nuttigen. Alcoholische consumpties vragen wij een euro voor. En frisdrank is gratis, Anita, zegt dat goed? Ja. En als je denkt, ik ga wel lekker een biertje drinken, het is warm, helemaal prima. Lekker hier blijven zitten. En zolang het kan. Is dat helder een beetje? Ja, hè? Komt er licht ervoor? Volgens mij dit jaar het 95ste jaar, 96, zoiets. Ooit begonnen vanuit, net als heel veel corso's in het land, ter ere van, ik weet niet zeker, geboorte van Wilhelmina, verjaardag van Wilhelmina, kroning. Iets had het daar in ieder geval mee te doen. En toen zijn ze hier in de buurt begonnen met het maken van bloemenwagentjes. Maar dat was dan een wagentje van heide en gras en een enkele dahlia. Want de dahlia was echt een boerenbloem. Die stond hier overal en nergens bij de boerderijen. En gingen mensen dus met een mandje naar zo'n boer en zeiden, mag ik de bloemen bij u van het land afhalen, van de struik afhalen. Wat het mooie van de dahlia is, dat is een hele vriendelijke plant. Als je hem vandaag kaal plukt, heb je volgende week minstens net zoveel bloemen. Zij het niet nog meer. Dus dat, zo is het eigenlijk begonnen. En zo heel langzaamaan werden die groepen natuurlijk groter. En gingen die dahlia's die ze eerst bij een boer gingen plukken, gingen ze daarna zelf kweken. En inmiddels zijn wij dat ook gaan doen. En zijn alle corso-groepen in Nederland, want er zijn er denk ik een stuk of 8 grote corso's, zijn hun eigen dahlia-veld aan het, hebben ze ingericht met de kleuren die gangbaar zijn voor de bloemenwagen. En in het land hebben we dus een soort van ruilsysteem. Morgen en overmorgen hebben wij heel veel bloemen nodig. En voor de dag denk ik 3,5 miljoen zo ongeveer. Hè? Ja, dat denk ik wel. 3,5 miljoen dahlia's, die hebben we niet op het land. Maar die hebben we wel in Nederland. Dus morgen plukken ze in Zundert, om maar eens een plaats te noemen, plukken dahlia's voor ons. En vorige week hebben wij dat voor hen gedaan. En vroeger ging dat allemaal met liefdewerk aan papier. Dahlia kost tegenwoordig geld. Dus je koopt in, je verkoopt. En transportkosten komen er overheen. Dus dat, dat vroeger allemaal makkelijk was, dat is niet meer. Lichtenvoorde heeft in de loop van de jaren best heel veel corso-groepen gehad. Straks vroeg iemand, hoe komt zo'n corso-groep nou tot stand? Is dat een wijk, is dat een buurt, is dat een familie, is dat een vriendengroep? Het is het allemaal. Het is, Anita en ik, deze corso-groep heet Lansing Bluiming. Anita is niet van Lansing of Bluiming, daar ben ik ook niet. Maar we zijn wel met mensen meegekomen die zeiden van, goh, we hebben een leuke groep en hij het leuk vindt, kom daar ook eens.
Nou, ik geloof dat ik dat inmiddels 50 jaar doe. Jij iets korter, maar je bent ook veel jonger dan ik. Ja, ik ben maar import, hè? Dus, Ja, ook dat nog. Ja. Nou ja, dus zo gebeurde het een beetje. En, nou, wat ook wel grappig is, als je het hebt over camping, maar dat zijn jullie dan. We hebben inmiddels een aantal campinggasten die door de jaren heen kwamen, bloemenkool zo kijken, tent inlopen, kijken, praatje maken en zeggen maar, jongens, maar dat is leuk. Dus inmiddels zijn er een aantal mensen die zijn het hele weekend hier en die helpen ook in de tent. Die zijn er nu al, die zijn aan papier plakken en die gaan morgen bloemen plukken en die gaan daarna meehelpen om de wagen klaar te maken. Die vinden dat sfeertje dus helemaal te gek. Nou ja, dat ligt ervoor. Wij hadden, ik denk in de jaren 70, 80, ongeveer 27, 28 corso-groepen. En een corso-groep is inmiddels een groep met, nou, zeg het ongeveer 200 man. En met een gemiddelde wagengrootte van 200.000 bloemen. Toen we 28 groepen hadden, toen begon het wel een beetje te knellen in Lichtenvoorde. Maar toen had de gemeente, de overheid, hadden wel zoiets van, maar het moet niet groter worden, want dan wordt de optocht te lang en het is moeilijk beheersbaar. En, nou ja. Maar door de jaren heen merk je ook dat gewoon zo'n corsowagenbouw gewoon duurder en duurder en duurder wordt. Dus ze haakten ook gewoon groepen af. En sommige groepen haakten af omdat het geld er niet meer was. Andere groepen haakten af omdat mensen voor andere dingen kozen. Of voor andere dingen moesten kiezen. En je ziet ook wel bij zo'n groep, als we het hebben over nog even corona bijvoorbeeld. Dat was wel onze zorg. Want we hadden een paar jaar dat we niet mochten bouwen. En voor je het weet heeft iemand die nu elke avond, elke dag hier is. Wij beginnen 1 april. We stoppen dus aanstaande zondag. En we beginnen met 2 avonden in de week. De dinsdagavond, de donderdagavond. Dan komt er in mei de zaterdag erbij. En dan komt er in juni komt er een woensdag bij. En dan nou, zo ongeveer begin augustus. Help, als we nu niet elke dag gaan bouwen, dan krijgen we hem niet af. Dus dan is het elke avond, elke hele zaterdag, elke hele zondag. En dan heb je toch echt wel over een man of 50 die dat dan elke keer doet. Dus het moet wel heel gezellig zijn, wil je dat elke keer doen. Want laat ik voor mezelf spreken. Ik heb altijd in die bouwfase wel een moment dat ik denk, ik ben die wagen al lang helemaal zat. Ik heb er zoveel uren al in zitten, ik ben er helemaal klaar mee. Maar goed, dat hoort erbij. Dus die 28 groepen die werden minder omdat mensen andere keuzes maakten. Corona, wij hebben gezorgd dat we bindingsmomenten bleven houden, zodat onze groep daarna wel weer doorkomt. Dat zo ongeveer. En we staan inmiddels 50 jaar, ietsjes langer, want sinds 1971 dus totaal 52 jaar. We hebben ter gelegenheid van ons 50ste jarig bestaan een prachtig mooi boek uitgegeven waar we de oprichters hebben laten vertellen van hoe is het nou begonnen. Maar een van onze oprichters die had een verkering met een meisje. En dat meisje kwam uit een gezin waar ook een bloemenwagen gemaakt werd. En hij wou natuurlijk een beetje indruk maken bij zijn schoolvader. Dus hij zei van, dat kunnen wij ook wel. Oké, nou, het jaar erop is hij begonnen met vrienden. En we zijn er nog steeds met elkaar. Dus hij heeft wel woord gehouden door te zeggen, dat kunnen wij ook. Ja. Dat een beetje over Lansing Climber, maar ik kan het ook de hele avond over vertellen, maar dat is helemaal niet interessant. Dit jaar, wat maken wij? Ik heb die meneer in dat shirt gevraagd Anita, of hij dat ding omhoog wil halen. Wij maken dit jaar Reptilia, een hele grote hagedis. En hij staat hier schaal 1 op 50. En hij wordt dus dadelijk ongeveer 30 meter. De hal hebben jullie gezien, staat van voor tot achter vol. Met alleen dat ding. Vroeger maakten we hele mooie maquettes, allemaal geknutseld. Die kunt u dadelijk ook zien, want we hebben er nog een heel aantal van onze ontwerpen. Hebben we hier in de kantine staan, hebben we in de hal staan. Maar inmiddels zijn onze moderne ontwerpers zover dat ze dat allemaal in zo'n computer ploffen en dan zo'n 3D-printer en dan komt er zoiets uit. En nou, alsjeblieft, dit moeten jullie dit jaar maken. Okay. Of dit maken wij dit jaar, want hij helpt heel hard mee. Ja.
Nou ja, zoals gezegd, aanstaande zondag is dat ding klaar. En dan in, nou ja, dan breken we hem af, gaat alles in de container in. En dan in januari hebben wij altijd de nieuwjaarsparty. En op de nieuwjaarsparty wordt dan de eerste soort van onthulling gedaan van wat wij gaan maken. Nou, ze is nu weg. Pak mij dat blauwe bord. Dus dan hebben we z'n tweeën de lucht in de hout. In januari, tijdens onze nieuwjaarsparty, werd dit dus gepresenteerd. En daar zie je dus die hagedis. En daarvoor zie je allemaal kleine hagedisjes. En die kleine hagedisjes, dat worden dus onze figuranten. Het spel wat wij dit jaar gaan doen, is die moederhagedis, die loopt van het jurytrein af, wordt daarvan afgeduwd, heeft al een paar jonkies voor zich lopen, maar onderweg weet hij waar ze allemaal haar eieren heeft neergelegd, waar die inmiddels uit zouden moeten zijn, waar dus allemaal jonkies van haar zouden kunnen zijn. Dus tijdens de hele optocht komt er elke keer een aantal jongen bij. In totaal hebben wij nu 55 figuranten, 55 mensen die daar dus uiteindelijk voor de wagen lopen. En straks boven in de hal kun je ook wel zien wat die mensen allemaal aankrijgen. Maar als je nagaat dat in ieder pak van de figuranten, nou, ik denk niet dat ik overdrijf, maar er zit minimaal 100 uur werk in. Oh. Ja. En die kop die daarachter ligt, Anita. Jongens, als jullie er klaar mee zijn, mag je het laten zakken. Dit is dus een van de koppen. Eentje. Die de mensen dus dadelijk boven zich krijgen. Ze krijgen een soort van ijzeren buis waar dat ding aan hangt. En ja, ik durf dus te zeggen, alles wat wij dadelijk op de weg neerzetten, is allemaal handmade. Dit is ook door onszelf gemaakt. Er was één iemand die wist hoe je van polyester zo'n kop moest maken. Die heeft een aantal mensen dat geleerd en die zijn allemaal aan het buffelen geweest om dit voor elkaar te maken. Gasmaskers op en zo, want het is echt niet het meeste gezonde werk om... Kijk, in zo'n kop, dat is niet zo erg. Ja. Maar als je 55 moet maken, dan is dat niet goed voor je gezondheid. Dus ik ben er ook wel heel trots op. We zijn allemaal wel trots op dat we dit soort dingen dus gewoon maken. He, en schilderen en bakken maken van schuim en bedenken hoe dat die mensen dat dadelijk aan moeten. Ze krijgen allemaal van die grote schoenen aan en handen aan. En, dit zullen we dadelijk laten zien, maar dat maken we dus. En op onze wagen zit ongeveer 300.000 bloemen en op deze bakken een enkel. 250.000. Zoveel? 250.000. Oh, wat wil je? Een beetje corrigeren. Oké. En op de pakken, er komen wel een aantal bloemen, maar niet zo heel veel bloemen. Dus dat wordt zo ongeveer het ontwerp. 55 man in de kleding, onderweg opgehaald. In de wagen een man of 8 die drukken, denk ik. Hoeveel? 8. 8 drukkers en 10 bewegers. Ja. Of 10 drukkers, 8 bewegers. Ja, zoiets. En een chauffeur. Ja. En, want de hagedis is dus, zoals die hier stond, is hij gewoon stil, maar de bek kan open. Hij maakt een soort van slingerende beweging. De kraag die hij om heeft, die kan dus helemaal uit en die kan weer in. Dat in en uit moet ook, omdat op sommige plekken kan hij er anders gewoon niet door. Want totaal is dat 11 meter hoog, hè? Als die kraag helemaal op het hoogtepunt is. Ja, is niet zeker. 11 meter hoog. En dat, met sommige lantaarnpalen of bomen wordt dat echt wel een probleem. Je bent niet bij de meest, de meest slechte coachgroep, durf ik wat te zeggen. Hè? Ja. Maar wij doen al wel, denk ik, een jaar of 10 zeker, misschien gaan we iets langer, altijd mee in de top van de coach. We hebben een paar jaar geleden chocolade gemaakt. Die maquette, de maquette staat er van de kip en de paashaas. En dat was voor ons ook echt zo'n kunststukje, want een kip en een paashaas, dat is nou niet het alleringewikkeldste om te maken. Maar wat wij toen gedaan hebben, om de titel van onze wagen was chocolade, we hebben al die bloemen één voor één in de cacaopoeder gehad. In verschillende kleuren cacaopoeder, donker cacaopoeder en 2 lichtere soorten cacaopoeder, om dat chocolade te bewerkstelligen. En wat dan ook nog het mooie was, toen die wagen door het dorp heen ging, het was een en al chocola waar je rookt.
Dat is dan toch wel een soort van extra dimensie die, die erbij komt. We hebben vorig jaar hebben wij de tweede prijs gehaald. Toen zaten wij 5 punten minder dan de eerste prijs. Nou, daar is, nummer 1 en 2 was echt mega hoog en daarna was het iets minder. En het was ook echt wel ingewikkeld om te kiezen tussen nummer 1 en 2. Wij werden tweede. We hadden 3 grote cowboys op een hobbelpaard. Die hadden een beetje hun tijd gehad. Daar zaten rond de 450.000 bloemen. Hè? Ongeveer. Ja. En het coronajaar, het tweede coronajaar, want het eerste coronajaar was het... Nou, hebben we wat gemaakt, want we hebben de letters lichte voren gemaakt in het dorp en neergezet. Het was een soort van route waar iedereen heel ver van elkaar af een rondje kon lopen. Het jaar erop hebben we gezegd van ze moesten ook nog van elkaar afgelopen worden. Maar toen hadden we wel zoiets van, we gaan nu als lichte voren ons echt weer promoten. Kan het nog iets harder dan? Nog harder? Ja. Oh, ja, dat kan wel. Ik, maar het tweede jaar van de corona, toen hadden we in het dorp bedacht van, we gaan dat bloemencorso echt weer promoten. Toen hadden wij de wagen, niet de wagen, het ontwerp scheidbeesten. Toen hadden wij een viertal reusachtige meeuwen op een oud anker. Hadden we hier midden in het dorp gemaakt. En het heette scheidbeesten, maar wat we dus zo gemaakt, als je er onderdoor fietste, dan moest je dus ook oppassen, want dan kwam er echt helemaal. Ja, en omdat het dan zo'n grote meeuw is, hadden ze een mengsel van behangplaksel en scheerschuim en nog iets. Zo. Ja, en daar hadden we ook de eerste prijs mee. Hè? Leuk. Ja. Dus we doen wel een beetje mee voor de prijzen. Zijn jullie bekend met de concurrenten met de wagens? Komen jullie over en weer bij elkaar? Ja, dat was vroeger, dat is wel goed dat je dat vraagt. Vroeger was het zo dat het was gewoon geheim wat iedereen maakte. Hè? Dan stond de heerboer van zo'n clubje, die stond bij wijze van spreken met de hooivork voor de hal. En mag ik even binnenkomen? Kijken doe je zondag maar. Weet je wel, dat is het op. En daar is het niet meer. Weet je, de concurrentie is groot, maar is ook heel erg saamhorig. Want je moet het echt wel samen doen. Samen materialen inkopen, zorgen dat je de bloemen hebt, samen lijm inkopen. Want als je in het groot inkoopt, kan het ook allemaal net eventjes iets goedkoper. En weet je, het is ook gewoon leuk om elkaar te helpen. Want corso, weet je, eerste woorden zeg ik altijd is leuk, maar eerste is helemaal geen drol als je de enige bent. Dus je moet echt zorgen dat je dat blijft doen. Dus we weten van elkaar wat we maken. Inmiddels is het zelfs zo dat we in de zomermarkt, die we 1 keer in het jaar hier in het dorp hebben, dan is er een zaaltje afgehuurd en daar hebben we allemaal al onze maquettes staan wat we allemaal maken. Dus daar is er ook al een soort van poeltje, wie wordt dit jaar eerste en wat is bagger, om het maar even heel plat te zeggen. En in die zin is het geen geheim meer. Ja, en hebben jullie dan een thema voor het hele corso? Nee, we hebben geen thema. Onze ontwerper is helemaal vrij en er zijn grotere corso-groepen. Ik denk dat wij wel mee een van de grootste zijn met onze 200, 250 mensen. Ja. Maar en er zijn ook wel wat kleinere groepen en daar is het te maken zijn van een corso-wagen is dan natuurlijk wel een criterium. Het moet wel te doen zijn. Hij moet wel in de bloemen kunnen. En hij moet ook te bouwen zijn, dus ook de technische know-how moet er dan wel een beetje zijn. En zeker niet onbelangrijk, het moet ook te betalen zijn. Maar het is echt duur. Ik licht er geen drol om, Anita, jij bent tegenwoordig penningmeester. 40.000 euro, dat doen we het wel.
Hij wil naar links. Laat hem naar rechts.